Goedemiddag, het is vandaag vrijdag, zondagochtend. En ik ben al klaar met werk, het is 6 uur. Volgens mij, of bijna 6 uur, ik weet niet precies. En ik wil eigenlijk vandaag buiten werken, want het is gewoon 31 graden. Maar ik had nog een meeting om 3 uur en de wifi buiten is zeg maar niet top. Die valt best wel vaak weg, wat normaal gesproken niet heel erg is, maar met een meeting niet heel chill. Dus dat ging niet werken. En zeg maar, tussendoor dacht ik, nou ja, laat maar op zich. Zeg maar, ik had ook helemaal geen zin om bezweet in die meeting te zitten. Heb zich ook de afgelopen 2 dagen ook altijd buiten gewerkt op werk. Dus toen heb ik gewoon binnen gewerkt. En ik had het gewoon echt koud. En ik dacht, ik ga lekker naar buiten. Ik ga een rondje lopen. Want ik wist dat het warm is. Het is echt bloedheet nog. Het is volgens mij nog 31 graden. En ik heb dus een legging aan, maar dat had dus echt niet gehoeven. Ik had gewoon een kort broekje aangekund, maar op zich maakt het niet heel veel uit. Want het is niet dat je hier nog van bruin wordt of iets. Het is alleen dat ik het warm heb. Ik dacht, ga even een rondje lopen buiten. Want ik was gewoon niet buiten geweest. En ik wilde eigenlijk sporten, maar ik weet niet of ik ga sporten. Ik zou eigenlijk vanavond bij Jess gaan slapen. Want dat was makkelijker, maar we hadden allebei... Ik moet zeg maar nog wat doen voor werk. Dat wilde ik vanavond even doen. En zij moest ook nog huiswerk maken en zo. Dus toen dachten we allebei van, weet je, ik sta morgen gewoon wel gewoon vroeg op om naar Fairfax te gaan. Dat is ook helemaal prima. Maar dan moet ik echt 6 uur opstaan. Maar dat vind ik niet heel erg. Want het is voor mij morgen ook best wel prima weer. Dus dan is het ook niet meer gekoud in de ochtend. Goedemorgen. Het is vandaag. Oh ja. En het is heel vroeg. Het is 6:30. En ik ben nu onderweg naar de metro, omdat ik om 8 uur moet verzamelen om naar Virginia Beach te gaan. Dus ik heb er al mijn spullen mee. Koffertje, hobby spullen, een rugtas, stick heb ik mee. Ja, we doen vanmiddag om 1 uur als eerste wedstrijd volgens mij. En het is wel een paar uur rijden, dus... Ja, het was lekker 8:30. Nee, 4 uurtje. Het is lekker 8:30, dus dan zijn we er 11:30. Is dat goed zo? En hij zegt, het is nog vroeg. Dus... Nee, maar... Een mooie lucht is dat dus. Dat even verzijde. Maar ik ben onderweg. En... Ik hoop dat het geen vertraging meer zijn. Maar gaat zien. De dag is iets anders gelopen dan gehoopt, want we zijn dus vertrokken vanochtend naar Virginia Beach en onderweg, of nou ja, voor het complex zeg maar, van het hockeycomplex, heeft 1 auto van ons team een best wel ernstig ongeluk gehad. Dus we hebben vandaag ook niet gespeeld, want we zijn met 18, waarvan dus 3 dus naar het ziekenhuis zijn gebracht. 2 moesten naar het politiebureau om een police report zeg maar, op te maken. Ik weet niet precies wat ze moesten doen. En 2 moesten mee naar het ziekenhuis. En we mochten ook niet spelen van onze unie. Van George Mason. Wat begrijpelijk is. Dus geen idee hoe dat verder gaat. Of we morgen dus 4 wedstrijden moeten spelen. We hebben straks een teammeeting. Dus ik sta nu in de sportschool. En ik... Oh. Echt, ik zweet me echt kapot. Ik weet niet of je het ziet, maar ik ben echt drijfnat. Maar ik heb net even een uur op de loopband gestaan. Want we hebben de hele dag niet heel veel gedaan. We hebben gewoon... Nou, we waren denk ik om 1 uur daar. En toen waren we natuurlijk op dat complex. En waren we aan het uitzoeken wat we precies moesten doen. Dus we zijn de mensen die overbleven zijn gaan inchecken in het hotel. Daar zijn we nu, slapen in de Marriott Hotel. Daar hebben we zeg maar de kamers verdeeld. We hadden al kamer assignments. Maar even de kamers, dus dat iedereen weet wat zijn kamers pasjes uitgedeeld. Toen zijn we... wat eten gaan halen en terug naar de hockey, waar de hockeywedstrijden zijn gegaan. En dan hebben we gewoon hockeywedstrijden gekeken.
van de mensen die in onze pool zitten. En toen was het 6 uur, denk ik. Toen zijn we weer teruggegaan naar het hotel. En nu heb ik eventjes een uurtje gesport. Want ik kan er niet tegen, want ik heb de hele dag dus niet heel veel gezonde, zeg maar, niet heel veel bewogen. Dus ik had echt super veel energie. Dus ik dacht, ga even lekker sporten, want anders zit ik op elkaar. Want het is nu niks. Nu is het zeg maar, we hebben nu niks, even niks te doen. We krijgen zo eten. En dan hebben we teammeeting, denk ik. En dan horen we meer over hoe en wat. Dus dat is echt even, echt heel erg balen. Gewoon dat die meiden er gewoon niet goed aan toe zijn. En ik hoop dat het allemaal meevalt. Maar zoals het eruit ziet, zijn ze wel, zeg maar, ze moeten wel best lange tijd herstellen. Ik weet nog niet heel veel, maar het klonk best wel ernstig. En zeker het derde meisje klonk echt best wel ernstig. Want ze zijn dus, ja, ik weet niet precies hoe het gebeurd is, maar ja, dus dat is echt even heel erg kut. En ik hoop dat het echt snel beter gaat als ze uit het ziekenhuis mogen. De oudste is volgens mij tot los. Dus ja, dus ik weet even niet hoe het weekend er verder uit gaat zien. We gaan het zien. Ik denk dat we straks meer horen. En ook wat de, zeg maar, de NFHL, of wij dus die wedstrijden van vandaag morgen mogen inhalen of iets dergelijks. Ik weet het niet hoe het zit. We gaan het allemaal horen. Maar dus dat was wel eventjes niet een hele leuke dag. Echt dat het een heel leuk weekend moet worden, maar tot nu toe is dat het dus niet. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En we spelen vandaag wel. We hebben vandaag 3 wedstrijden. Dus we hebben het nu om 9 uur. Eerst de eerste wedstrijd. Volgens mij tegen Vermand. Dan hebben we om 3 uur, 3:30 onze tweede wedstrijd tegen William & Mary University. En dan onze derde wedstrijd om 6:30 of 7:30 tegen Westchester, hoorde ik net. Dus we hebben vandaag 3. En ja, het is warm. Het wordt vandaag echt 30 graden. Dus dat wordt top. En we gaan nu naar het veld, want je moet 1:30 van tevoren op het veld zijn. Aanwezig zijn. En het is dus bijna 8:30. Het moet dus 8:30 er zijn. En het is nu 8:10. Asking my American teammates questions about Europe. In 3 capitals in Europe. I have no idea. Paris. We said Barcelona earlier. Rome, right? Yeah. That one? Yeah. Yeah. So that's 3, right? No, Barcelona is not a capital. Okay. I thought you guys told me that earlier. Wait, Madrid. What is the currency in Spain? No, I mean, I don't know, euro. Yeah. Oh, yeah! Yeah! Name 5 cities in Europe that Rachel didn't say yet. London. Copenhagen. Amsterdam. Yeah. Sicily. I promise I know more. Dublin. What 3 countries belong to Scandinavia? I don't know. Name the 3 Scandinavian countries that belong to Scandinavia. You can guess. What 3 countries belong to Scandinavia? How the f*** am I supposed to know that? Scandinavia? I don't know. What is the currency in Spain? Pesos? No. Horse girl. What city or town am I from? Lauren! Yay! What is the capital of Luxembourg? Luxembourg. What is the capital of Germany? Of Germany? Capital of Germany? What is the capital of Germany? How do we feel about this win? Oh my god, I'm so drained. What about you, Taylor? I'm ready to take a shower and okay, go to bed. Okay, let's have some positivity. What do you, how do you feel about this win? Yes, I win. We won. How we won! Won! Let's go! 2-1! How are we feeling, guys? How are we feeling? Yeah! Sarah?
Oh my god. Jess? But this is me after the game. She killed it up there. Let's go, Jess. Let's go, Jess. do the chest bump. You got it. Oh yeah. Goedemorgen, het is vandaag zondag en wij gaan naar het strand, Virginia Beach. Want we hadden natuurlijk het toernooi en we hebben vrijdag niet gespeeld, waardoor we ons sowieso niet zouden kwalificeren voor zondag voor de playoffs. Maar we hebben gisteren 2 wedstrijden verloren en 1 gewonnen. Maar we misten nogal wat mensen, dus dat was niet heel gek. En het was ook gewoon 30 graden. Dus als je dan maar 1 wissel hebt, is dat best wel intens om 3 wedstrijden te spelen. Dus we waren allemaal daar dood en daar met elkaar hadden de Cheesecake Factory besteld en zijn we gaan eten en eigenlijk best wel snel naar afgeslapen. En nu zijn we op het strand. Kijk, nou, we lopen nu naar het strand, maar kijk hoe cute. Kijk hoe schattig het eruit ziet. Goedemiddag, het is vandaag maandag en ik ben nu onderweg naar campus, want we hebben, ja, het is niet echt een training, een soort get-together met het team. Na een heftig weekend, dus dat in plaats van training. En dit is ook zeg maar dan mijn laatste training-achtig iets voor mij, dus ik dacht ik ga er wel even naartoe. En ook wel fijn om even met elkaar te zijn. Dus daar ben ik nu al onderweg. En verder was het niet zo'n bijzondere dag, ik heb gewoon gewerkt. Thuisgewerkt en dat is het eigenlijk. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en het is vandaag mijn laatste dinsdag werkdag, stagedag. En ik ben onderweg naar kantoor en het is weer een heel bijzondere dag. Gewoon een dag op kantoor. Ik ben alweer klaar met werken en ik loop alweer, ben alweer bijna thuis. En het was echt heel schattig, want mijn 2 collega's van het topcommunicatie hadden mij het lunchje genomen. Dus dat was echt heel cute. En ik zat de afgelopen dag al na te denken van wat moet ik ze geven, zeg maar. Want ik wil ze iets geven, maar ik kan gewoon niks bedenken. Dus ik heb nu 2 voor allebei een kaart gekocht. En daar ga ik dan een persoonlijke tekst op schrijven. Want ik weet echt gewoon niet wat ik ze moet geven. Als in, zeg maar, ik kan wel een shampoo of wat er dus een polyloge of weet je, zoiets geven, maar ik weet niet, ik vind dat gewoon niet persoonlijk en dan vind ik het leuker om een persoonlijke kaart voor ze te schrijven. Zou ik leuker vinden om te krijgen dan een polyloge of zo. Dus dat heb ik dus net gekocht, 2 leuke kaarten uitgezocht en die ga ik dan straks even schrijven. En verder niet een hele bijzondere dag. Gewoon lekker gewerkt, meetings gehad. Maar het was dus mijn laatste dinsdag op kantoor. En überhaupt mijn laatste volgende dinsdag in Amerika, want volgende week dinsdag vlieg ik. Dus dat was een hele volledige dag. Over precies een week zit ik al een half uurtje. Ben ik in het vliegtuig? Van mij vlieg ik 6:30 of zo. Dus ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Woensdag bedoel ik. En vandaag komt Sayede, oh mijn god, ik heb zo zin in. En ze komt over om 4:30 landen. Dus over een paar uur zijn we herenigd. Wat het uitgerekend naar, wat was het, 270, 280 dagen. Dus daar heb ik echt super veel zin in. En ja, ik kan echt niet wachten. Ik denk echt dat deze dag zo lang gaat duren. Maar het is ook mijn laatste stagedag op kantoor. Dus dat. Misschien dat het daardoor wel snel gaat, omdat dat ook een soort van spannende dag is ofzo. Dat we geen real life afscheid moet nemen. Dus nee, het wordt een intense dag. Dus laatste stage dag op kantoor en daarna zal jij weer zien na 9 maanden. Gaat super veel zin in. Ik ben klaar met werken. En het was mijn allerlaatste kantoordag ooit hier. Dus ik heb ook afscheid genomen van iedereen, want ik zie zeg maar iedereen, ja, niet meer, want morgen online en dan zie je gewoon bijna niemand. Dus dat was echt cute, iedereen. Ik heb iedereen een klein souvenirje gegeven van thuis. Dus dat vond ze helemaal leuk. En ik had ook een meeting met
de CEO van het bedrijf. En zij is echt een mega invloedrijke vrouw. Zij is bevriend met heel veel kinderen en zo. Dus dat is ook best wel bijzonder. Daar had ik een meeting mee. Met één op één. Meer gekletst over van alles en nog wat. En nu ben ik klaar met haar. En nu ga ik naar Rustin. Want zij is daar. Echt, ik heb zoveel zin om haar te zien. Ik besef nog niet helemaal dat ze er is. Dus ik zie haar letterlijk over minder dan 10 minuten. Oh mijn god.